Het is voorlopig wisselvallig voornajaarsweer. Toch ziet het ernaar uit dat we de komende dagen ook wel eens een keer een terrasje kunnen pakken. De warme lucht waar we met Moederdag nog mee te maken hadden is inmiddels naar het oosten gedreven. In Oost-Europa is het echt een stuk warmer morgen. In onze omgeving klaarde het wel in de loop van deze maandagmiddag op, maar was het niet meer zo warm. En de scheidingslijn tussen beide luchtsoorten ligt over het westen van Duitsland in de vorm van bewolking. En bewolking waaruit ook af en toe wat buien vallen. Nou, die grens die blijft daar een beetje liggen. Sterker nog, vannacht en morgen lijkt die zelfs weer wat naar het westen te schuiven. Dus de dinsdag lijkt toch een dag te worden met enkele buien. Al zijn er wel verschillen van plek tot plek te verwachten. Vanavond is er ook regionaal verschil in het weer, want in het oosten, daar is de meeste bewolking aanwezig. In het westen klaart het van tijd tot tijd heel aardig op. En ook vannacht hebben we die tweedeling, waarbij er vooral dan in het oosten nog af en toe wat regen kan vallen. Onder de bewolking is het overigens niet koud. En er staat vannacht ook weinig wind. En ook morgen is dat het geval, weinig wind. In de ochtend in het westen van het land af en toe toch wel de zon die heel aardig weet door te breken. In het oosten is al veel bewolking aanwezig en soms valt er ook wat regen uit. En gaandeweg de dag komt het op steeds meer plaatsen tot regen, ook in het westen. Want met het oplopen van de temperatuur naar 18 tot misschien wel 20 graden komen buien tot ontwikkeling. Pittige buien met veel regenwater en onweer. En omdat er weinig wind staat, kan een bui plaatselijk helemaal leeg regenen. De regionale verschillen zullen wel groot zijn. Er zullen ook plekken zijn waar het eigenlijk met de buien wel meevalt. De komende dagen blijft het voorlopig wisselvallig in onze omgeving. We zien regelmatig buiengebieden over ons land trekken. Af en toe klaart het ook op. En ja, die wisselvalligheid die houden we nog wel eventjes vast. En dat betekent de komende dagen af en toe heel mooi weer met zelfs wat zonneschijn. Maar ook wel een aantal buien. Een dag die er duidelijk uitspringt is de woensdag. Die lijkt op de meeste plaatsen droog te verlopen met zelfs wat meer zonneschijn. Vrijdag, ja, dan is er weer kans op wat onweer bij de buien.